Dames en heren, welkom bij deze 7e editie van de Dutch Daylight Award. In dit geval vanuit het bijzondere gebouw van Vakwerk Architecten in Delft. Het is een bijzondere award, want normaal gesproken staan wij deze trofeeën te overhandigen in een zaal vol gasten. En de gasten, zoals jullie zien, zitten helaas vandaag de dag achter het beeldscherm. In een bijzondere periode waar we nog in de naweeën zitten van de coronatijd. De coronatijd heeft aardig wat roet in het eten gegooid in de periode dat wij in de jurering zaten. Heeft toegeleid dat wij diverse malen de uitreiking hebben moeten uitstellen. Maar het is gelukt. Vanavond is zover. De prijzen worden uitgereikt. De winnaars zijn bekend. In de samenstelling van het juryteam van deze editie waren wij bijzonder trots dat wij twee boekbeelden, bijvoorbeeld Sil Pomp en Sigrid Siderius, als dames zeg maar, aan het roeren hadden van deze vrij technische en bijzondere prijsvraag. Het juryteam in totaliteit stel ik graag aan jullie voor. Ze zit hier om ons heen. Als eerste Sylvia Pomp, voorzitter van de Daylight Award jury. Sigrid Siderius, lichtdeskundige op het gebied van daglicht en kunstlicht, eigen bureau laat het bijzonder werk in de laatste periode zien, sinds haar eigen bureau. Zeer welkom in de jury. Paul Ketelaar, winnaar van de kleine projecten deze editie. 2018 was het alweer. Wij mochten jouw privéwoning bezoeken. Zeer bijzonder. Ik zeg altijd dat ik persoonlijk als architect heel leuk vind om te mogen zeggen, als ik naar werk van collega's kijk, dat ik jaloers word. Dat was in dat geval zeer zeker aan de hand. Michiel van Haar, directeur, hoofdredacteur van Architectenweb, onze mediapartner. Heel blij dat we hem elke keer erbij mogen verwelkomen. Ook in deze ronde, we zijn erg blij dat we erbij hebben. En blij dat wij de Dutch Daylight Award via het medium van Architecten kunnen laten zien. Paul van Bergen, ik zou bijna willen zeggen, we hebben al een paar keer gezegd, er is Mr. Daylight Award in de jury. Paul heeft volgens mij, als het goed zegt, corrigeer me als ik het niet goed zeg, alle awards deelgenomen. Als er één iemand in Nederland is die op het gebied van jurering en Daylight Awards iets weet, dan is het Paul. Altijd erg blij dat hij ja zegt tegen het jureren van de Daylight Award. Dirk Postel, de winnaar, ook van 2018 van de grote projecten. En met beide heren hadden wij, denk ik, in de vorige projecten, in de vorige editie, een bijzondere winnaar aan de award mogen toegevoegd. En vandaag is het aan jullie om in elk geval de trofeeën uit handen te gaan geven. Want er zijn twee nieuwe winnaars bekend. Daar komen we later op terug. Als eerste zou ik heel graag Sylvia het woord willen geven om iets te gaan vertellen over de dag van de jurering. Mag jij het woord geven? Jazeker, zeker. Het was een hele bijzondere dag, of twee dagen eigenlijk. We zijn natuurlijk in de coronatijd. Met 1,5 meter afstand, mondkapjes. En allemaal in aparte auto's zijn wij meer dan 600 kilometer het land doorgetoerd, twee dagen lang. Om met veel open ramen enzovoort toch de projecten in het echt te kunnen zien. En daar zijn wij heel erg blij mee. Want licht moet je ervaren in het echt. Er zijn een heleboel dingen die je op plaatjes echt niet ziet. En we zijn dus heel erg blij geweest dat we de mogelijkheid hebben gehad om toch alle projecten in het echt te bekijken. En dan hoor je al de projecten bezoeken met zonnige dagen. Het is vandaag midzomernacht, de langste dag. Kijk naar buiten. Ik ben bang dat het over een uur donker is. Het regent, dus je hebt niet altijd het geluk aan je hand. Wij hebben in deze editie, omdat het bijzonder is en dat het via Teams gaat, hebben wij een chatdeelname. En wij krijgen van Vincent de uitdrukkelijke instructie om jullie te vragen dat zodra de filmpjes gestart gaan worden, om de mute-knop van de video uit te zetten of aan te zetten, dat geluid hoorbaar gaat worden. Dus Vincent, ik hoop dat ik deze zeg maar linksboven. En linksboven hoor ik wordt toegefluisterd dat de knop zit. Zullen we het eerste filmpje erin zetten? Yes. Het daglicht is heel bepalend in dit ontwerp geweest. Overdag wordt de hele luifconstructie opgeladen met daglicht. En 's avonds wordt de energie daarvoor gebruikt.
in indirecte verlichting, waardoor de hele luifel wordt aangelegd als één groot apparatuur. En verder is er goed gekeken naar om niet in het licht te kijken, maar juist om het licht heel prettig aanstralen. Dus het EPV, het doek wat gebruikt is voor deze luifelconstructie, dat straalt eigenlijk altijd aan. Het project kende ik natuurlijk al van de literatuur en van de hele mooie foto's met brandende lampen. Maar vandaag is het een beetje een behoorlijk trieste dag. Het leuke van het busstation is wel dat het eigenlijk hier op het perron nog lichter lijkt dan buiten. Dus het is wel een hele heldere oplossing. Ik ben toch een beetje geschokt door het feit dat het echt al een beetje vervuild en vies is. En dat vind ik wel heel erg jammer. Ik vind het leuk dat ik nou weet hoe het dak is opgebouwd. Ik dacht eigenlijk dat het een dubbel dak was, maar het is eigenlijk een hele grote goot. Ja. Waar de hele techniek boven zit. Natuurlijk jammer dat de zon niet schijnt, net een heel klein beetje omdat het licht uit is. Maar het is wel een totaal innovatieve, onorthodoxe manier om een overkapping te maken. Dit hier is wel heel slim en heel goed over nagedacht. Niet goed gemaakt en het valt een beetje tegen in de hele kleine details. Maar goed, het is pas de eerste van de dag, dus we laten ons verder nog verrassen. Ik vond het een heel gaaf plek. Voordat ik daar nog iets op doorga en vragen aan jou ga leggen, wat ik zojuist kats vergeten ben, is om groot dankjewel, of grootstens dankeschön, aan onze sponsor van de Deel uit de Woord te geven. Lamelux hebben wij dit jaar wederom bereid gevonden om als hoofdsponsor te acteren. En zonder deelname van Lamelux in deze situaties, in deze projecten, wordt zo'n prijsvraag vrij lastig. Dus aan grootste dank aan jouw bord. En nu wel door naar dat project. Want je bent dan wel in het bestuur van de Deel uit de Woord, maar dat betekent niet dat je overal mee mag. En ik moet zeggen, juist zo'n rondgang langs de projecten maakt altijd zin om mee te gaan. En ook bij deze van CPZ, hij zag er voor mij super gaaf uit. Ik zou hem live willen zien, zeker met jullie erbij. Maar vertel jij bent er geweest. Hoe was het? Precies, hoe was het? De jury vond in Tilburg echt een heel bijzonder goed ontworpen plek. Echt een plek waar je wil zijn en niet waar je zo snel mogelijk weg wil zijn, omdat je normaal gesproken hebt bij het busstation. Een luifel die zowel dag als nacht heel mooie, lichte gebruikerservaring geeft. Met ook een mooie link naar de bestaande stationsoverkapping. Er is een hele innovatieve toepassing gedaan van materiaal. Heel mooie luifel, heel mooi materiaal. En door een slingerende vorm, met allerlei openingen voor tuinen, dan krijg je een heel goed afgestemd, mooi en verrassend licht. Maar heel prettig verblijft. Ontwerpdetails zoals bijvoorbeeld braille in de leuning, staal, detaillering, integratie met kunstlicht, werden allemaal heel hoog gewaardeerd. En in de film bijvoorbeeld, dan zie je op een gegeven moment dat de camera zo langs die lijnen beweegt. Ja, het is echt een prachtig shot, dan kun je heel goed zien hoe mooi dat allemaal in elkaar ontworpen is. Door de daglichtvariatie vertoont het ook de structuur, hele mooie structuren en een heel dynamisch schouwspel van ook de kunststof en de PV-cellen daarboven. Ik heb helaas wel één verbeterpuntje gevonden, dat was echt heel erg jammer. En dat was de vervuiling. Schoonmaak en dat deze hier. Dat deze hier, want het verder was een prachtig project. Okay. Wat was voor jou het meest bijzondere moment bij het bezoeken van dat project? Waarvan je zegt, wauw, dat zag er toch zo gaaf? Die beleidingen, dat vond ik echt heel erg mooi. Het vloeien in het landschap. Wat ik leuk vind om te horen, en dat is een thema wat wij steeds belangrijker gaan zien. Deel uit het woord is uiteraard een daglichtprijs. Maar hoe verder we door de Deel uit de Woord edities heen komen, hoe meer we inzetten op techniek. En jij noemde net eigenlijk al het samenspel van wat doet een gebouw met daglicht en hoe is daglicht toegepast, maar ook wat is de kracht van kunstlicht erbij. En ik hoor je eigenlijk net zeggen, wat daar zeer geslaagd is, is de combinatie van hoe met daglicht omgegaan wordt en met kunstlicht omgegaan wordt. Ja, precies. En de interactie van het materiaal met het licht, wat dan weer speciale benieuwd. Super gaaf. We zijn benieuwd. We zijn heel benieuwd. We gaan de tweede film in starten.
De opdrachtgever die vroeg om een ultieme woon-werkplek. Daar werd een geweldige kavel voor gevonden. En op die kavel werd het mooiste uitzicht bepaald. En deze ruimte die kreeg op dat uitzicht een 180 graden panorama. En daar hebben we toen vervolgens daglicht aan toegevoegd. Dus wij denken dat het uitzicht in de binnenruimte nog veel prettiger en comfortabeler is als je veel daglicht naar binnen laat komen. Dat hebben we gedaan door een heel groot daklicht toe te passen. En die twee versterken elkaar. Dus het uitzicht ga je beter begrijpen door het licht wat je binnen hebt. En andersom, je begrijpt het licht binnen doordat je ziet hoe het buiten eraan toe gaat. Het daklicht hierboven is aan de buitenkant beschermd door een rooster. Een wit rooster, wat alleen diffuus noorderlicht naar binnen laat en de warmte buiten houdt en de directe zonnestralen. Er komt verreweg het meeste licht van boven, van de zenith. En die zorgt ervoor dat hier ook in het hart van het huis enorm veel licht is, dat planten er goed kunnen groeien. Dat licht valt ook naar beneden door het trapgat de kelder in. Die heeft een enorme bijdrage aan het daglichtniveau en zorgt er ook voor dat in de hele lange platte grond het lichtniveau ongeveer overal hetzelfde is. En als het daklicht er niet geweest was, was dat verschil wel factor 10 geweest. Ja, ik was eigenlijk heel gecharmeerd van het woonhuis aan de Noordelijke A, in het hart, Groene Hart. Omdat ik daar gezien heb, beseft heb hoe daklicht, dus het licht in het gebouw, helpt bij het uitzicht. Dus dat is eigenlijk heel paradoxaal, want je denkt hoe meer licht er in het huis is, hoe minder je naar buiten kijkt. Maar het hielp juist en het helpt om te voorkomen dat je tegenlicht krijgt. Dus je kijkt met het licht mee. En het licht dat van binnen, dat helpt jou het licht van buiten en het uitzicht te ervaren. Vond ik een super sympathiek gebouw, maar dat heeft me ook echt iets geleerd. Mm-hmm. En ik ben altijd gevoelig geweest voor tegenlicht en hoe hinderlijk dat kan zijn. Maar hier zag je hoe goed het werkt als je geholpen wordt naar buiten te kijken met het licht mee. Vond ik een ontdekking. Wat dan toch gaaf is van zo'n delen te worden en ook als je door de jaren terugkijkt. Het is verliefd alleen een hele bonte verzameling geworden, eigenlijk aan hele bijzondere projecten. Als jullie terugkijken, en we hebben een nieuwe website, daar staan alle winnende en genomineerde projecten van de laatste jaren op. Ik denk dat het de moeite waard is om daar nog een keer een blik te gaan werpen op het werk. Maar elke keer als je dan zo'n Delet Award hebt, dan zie je hoe veel moeite architecten zich gedaan hebben. Maar ook de opdrachtgevers bereid zijn geweest om de wensen van een architect en de uitdaging van een architect aan te gaan op het gebied van daglicht. Ik denk dat we hier weer zo'n pareltje hebben. Vertel je er wel iets over? Ja, zeker. Een verborgen parel. Een verborgen parel. Dat maakt het spannend. Ja, zeker. Het was ook heel spannend. Het was heel spannend om daar te komen, om daar op te vinden. Daar gekomen, het sleutelwoord voor het hele project was verrassend. Okay. Je komt daar aan. Een verscholen, achter een hele mooie tuin ligt daar iets wat in het begin heel klein lijkt. En dan kom je binnen en het groeit en het groeit. Ja. Ik zou zeggen, een multidisciplinaire les die onze verwachtingen te boven ging. Vanuit de tuin volg je dus die reis. Kom je binnen. Met lage ramen, hoge ramen, panoramische ramen, hele kleine doorzichtjes van alles. Glas was helemaal visueel op elkaar afgestemd. Er zitten allerlei verschillende typen glas in de achtergevel, in de bovengevel, in de zijgevels. Normaal gesproken zien we er allemaal verschillen, maar hier was het allemaal heel mooi op elkaar afgestemd, qua kleur, qua alles. Daarbinnen heb je een diffuus glazen daklicht, wat taps toeloopt, wat je heel mooi meeneemt, zo die ruimte in, naar het panoramisch uitzicht over een prachtige omgeving. En door het diffuse glas en de rozen die hierboven zijn enzovoort, helpt het licht je ook mee die ruimte in en dat panorama zo te zien. Dat zijn technieken die zijn bij tunnels en zo natuurlijk al lang toegepast. Alleen hier is het op een hele mooie, heel esthetische manier toegepast in het woonhuis. En het daglicht helpt je om de omgeving te zien. Echt heel erg mooi. Daarna vervolg je de weg naar beneden langs een hele mooie trap.
daar prachtig elliptisch bouwwerk. En dan vervolgens weer nieuwe uitzichten, weer nieuwe uitkijken. En overal dringt dat daglicht door. Echt supermooi. Hier beweegt het daglicht echt met je mee. Als we het hebben over perceptiegebaseerd lichtontwerpen, dan is het hier, dan goed is het hier gedaan. Oh, okay. Precies. En je merkt echt dat je visuele systeem wordt echt helemaal ondersteund in die hele reis door. Het klopt. Het klopt, inderdaad. En ja, heel verrassend. Oké. Ja. Als ik je nu het enthousiasme in je gezicht aflees, zou ik bijna zeggen, er is een gedicht geweest wat aan de grondslag gelegen heeft om dit te kunnen maken. Maar zo poëtisch als je het beschrijft, moet het heel bijzonder geweest zijn. Het zou niet verbazen. Wie weet. We zullen de architect vragen. Wederom, een hele bijzondere en zeer zeker een genomineerde waardige om erbij te horen. Absoluut. Dankjewel. We gaan door naar de volgende film. We hebben de metro Oostlijn gerenoveerd. En de oude situatie zag er zo uit. Het was een trapje, het was een donkere situatie. En als je onafhankelijk van elkaar naar boven ging, de een met de lift, de ander met de trap, dan zag je elkaar boven eigenlijk niet meer terug. Wat we hebben gedaan, is een vierde gemaakt. Niet alleen dat je elkaar beter kan vinden, hè, als je weer boven bent. Ook als je de trap afgaat, dat je beter overzicht hebt over het maaiveld. Maar natuurlijk komt hier ook door veel meer daglicht naar binnen toe. En dat licht binnen, dat geeft de reiziger die de uitgang zoekt een natuurlijke gevoel van waar de uitgang is. En op die manier, met het licht reflecterend in de tegels, de instabiele glazuur, hebben we een heel mooi en goed werkend lichtprincipe binnen de oude metro ingevoerd. We hebben nu vier wat grotere projecten gehad, totaal verschillend. Twee publieke gebouwen, een bushalte en een metrostation. Waar mij ook weer opviel de liefde van de architect die aan het metrostation heeft gewerkt. Zo enerzijds terughoudend zijn, maar toch ook zulke effectieve ingrepen doen. Volgens mij weer erom een bijzondere. Voordat we doorgaan en inhoudelijk op dit project, wil ik even twee mensen naar voren halen. Frank en Frederik, kom heel even naar voren. En deel aan de woord, zoals we nu weer georganiseerd hebben, staat en valt met uren spenderen aan de voorkant. Dames eerst, als een soort superdienke eerst zijn door Nederland heen gevlogen met alle projecten. Je bent meegeweest, hoop gezien. Heel veel in voorbereiding gedaan, voor een grote dag, een groot gesprek. Frank, hetzelfde als een soort dusrem heeft hij van tevoren alle projecten lopen duwen en om ervoor te zorgen dat de juryleden op de juiste plek waren, de data geregeld werden, locaties geregeld werden, switchen van locatie. We gaan wel live, we gaan niet live. Wat moeten we doen? Hoe moeten we het regelen? Deze twee kanjes zijn voor deze Daylight Award absoluut van onmisbaar, zeg dat zo mooi, van onmisbare waarde geweest en gebleken. Ik verspreid me helemaal. En erg belangrijk voor het succes van deze award. Dus normaal gesproken zou ik groot applaus volgen. Bedenk het even. Dank je wel voor alle tijd en de energie die we erin gestoken hebben. Het was wederom super. Grote dank. Dank je. Graag gedaan. Ja. Dat was heel leuk. En dan gaan we verder. We gaan nu verder, op het project. Jullie mogen. Yes. Het was een bijzonder project weer. Wij hebben even staan fluisteren van tevoren van waar gaan we het over hebben? Wat maakt zo'n project nou bijzonder voor jou? En daar was je heel duidelijk in. Het zat bij deze onder andere in een stukje materiaalkeuze, wat het bijzonder maakte. En ook wederom het spel tussen kunstlicht en daglicht. Is dat nu een nieuw thema binnen Dutch Daylight dat alles kunstlicht en daglicht moet zijn? Nee. Maar het zijn wel twee werelden waarvan we steeds meer zien, heb oog voor elkaar en kijk of je elkaar kunt versterken. Daar waar daglicht niet aanwezig is en kunstlicht de rol moet overnemen, kan kunstlicht het project alsnog kapot maken als het niet goed georganiseerd en niet goed ontworpen is. Omgekeerd, projecten die alleen maar kunstlicht uit zijn, waar daglicht vergeten wordt, zijn ook geen goede projecten. En eigenlijk een beetje onder leiding van jou en de vraag die ik vooraf aan jullie gesteld heb, van let er alsjeblieft op. Is er goed aandacht geweest voor juist die interactie van die twee werelden? Kun je daar iets meer over vertellen? Jazeker.
Een van de hele bijzondere dingen die hier bij het meestation gebeurt, heeft te maken met de tegels. Ik hoop dat dat te zien is op de foto. Zo aan de kant gaan, wat meer licht komt. In het filmpje werd verteld dat de glazuur van die tegels instabiel is. In de optica noemen we dat wel iridiserend. Dus wat je dan krijgt is van die olieachtige kleurtjes. Dat geeft een heel subtiel, heel mooi effect, waarvoor je best heel gevoelig bent, die kleurtjes. Het valt enorm op als er daglicht opvalt. Dat ervaar je ook meteen bij binnenkomst, dat je merkt van, hey, daar is iets aan de hand? Of zeg je van, dat word je pas bewust als je... Het heeft een bepaalde subtiliteit, maar wat je heel erg goed ziet, en hier zie je daglicht op die tegels, en hier zie je kunstlicht op die tegels. En wat je onmiddellijk ziet, of je nou dichtbij staat of veraf staat, is dat dit daglicht is en dat dit kunstlicht is. Oké, dus het materiaal ondersteunt je belevingswaarde van of in welk gebied je begeeft. Zeker. Dus een hele slimme materiaal-licht interactie, waardoor je onmiddellijk bewust bent waar de ingangen zijn. En op die manier maak je van eigenlijk de opgangen waar dat licht, daglicht binnenkomt, maak je eigenlijk een soort visuele bakens. Zonder misschien zelfs dat je er bewust van bent. Maar daardoor wordt die ruimte opeens eigenlijk heel visueel intelligent. Omdat je onmiddellijk weet waar je je bevindt en waar je naartoe moet als je... Die hoor ik net ook al bij het vorige project zeggen. Dat je eigenlijk onderbewust geleid en gestuurd wordt. Ja. Is er iets wat jullie bij meerdere projecten zien? Dat architecten meer bewust worden van materiaalkeuzes en van het begeleiden van licht en de bewoner of in dit geval de passant. Om ze een routing... geleidelijk te laten plaatsvinden? Moet het zeker. Ja, ik denk, maar we worden ons steeds beter bewust ook van de licht-materiaal-vorm interacties die er zijn. Ja. Licht kan je helemaal niet zien als er niets is. Daarvoor heb je vorm en materiaal nodig. Die weerkaatsingen, dat is wat je ziet. Ja. Dat is wat het zichtbaar maakt. Nou, dat kun je dus op een bepaalde manier modelleren. En daar is hier heel knap mee gewerkt. Bovendien, wat er hier gebeurd is, en nu ga ik dit prachtige boek over het project nog even openen. Een van de dingen die hier van tevoren zijn gedaan, is al die mock-ups om te testen vooraf, helemaal vooraf, samen met Beers Nielsen, wat voor effecten dat licht heeft als je het echt grootschalig toepast. Mm-hmm. Op die manier kan je het van tevoren ervaren. En samen, in samenspel tussen lichtontwerper en architect. Hoe reageerden de juryleden bij het rondlopen? Want ik kan me voorstellen, je hebt je eigen mening en die vorm je op het moment dat je op zo'n locatie aanwezig bent. Ja. Wat zijn de geluiden wat je van collega's hoort? Vergelijkbaar? Of verrassen ze soms met opmerkingen? Hoe gaat dat? Of mag je in de afstand niet bij elkaar komen dat je elkaar niet kunt horen? Dat kan ook. We konden hard genoeg praten om elkaar te verstaan. Ook op afstand ging dat prima. De verschillende juryleden hebben allemaal hun eigen expertise. En ik vond het echt super spannend ook om al die verschillende verhalen, al die verschillende kijken op de projecten te zien en te horen. Ik merk toch dat iedereen weer een eigen bijdrage in heeft, naar verschillende dingen kijkt en dat alles bij elkaar. Merk je ook zeg maar extreem, waarbij de helft van de groep zei, oh geweldig, en de andere helft zei, moet dat dan mee? Of zeg je van, er is meer een soort consensus op het moment dat je kwaliteit hebt, dat men dat vanuit meerdere disciplines toch als kwaliteit gaat herkennen? Dat was uiteindelijk consensus. Ik merk dat tijdens zo'n reis door zo'n project iedereen allerlei soorten dingen opmerkt. Ja. Maar uiteindelijk, aan het einde van de rit, was er consensus. Goed zo. Ja. En het leuke voor jullie is te bedenken dat in alle awards die we gehad hebben, gezellig, bus, hup, al die juryleden erin, bestuur erbij, lekker kleppen. Dus dat hele project en al die projecten worden van tevoren uitgebreid besproken. Dat is heel lekker als ze uiteindelijk met 7 verschillende auto's moeten rijden en dan elkaar alleen daar op locatie zien. Dus het was een helft job om de goede oordelen te vellen in deze. Zeker. Het was altijd even spannend of we allemaal wel aankwamen bij het project. Ja, en zijn er nog mensen verdwaald of zeggen van het is eigenlijk wonderwel helemaal goed gegaan? We hebben een keer staan wachten, maar het kwam goed. Oké. We gaan door naar de volgende film. Daglicht is een heel belangrijk uitgangspunt geweest in het ontwerp. We wilden eigenlijk in eerste instantie dat het gebouw hetzelfde zou aanvoelen als waar de medewerkers vandaan komen, namelijk het Vondelpark. Dus het nieuwe gebouw waar ze met z'n allen bijeen zouden komen, moest voelen als een bos of een park. En daarom hebben we een dak ontworpen wat het hele
gebouw, bestaande gebouw, overkapt. En waarmee we een kwaliteit toevoegen aan het gebouw die gelijk staat aan wat bomen doen, namelijk daglicht. Heel mooi filteren en een mooi schaduwpatroon werpen op het plein. Wat het meest opvallende element is, en dat is natuurlijk eigenlijk ook waarop het werd ingestuurd, is dat er een licht dak is gemaakt over het hele gebouw. En dat lichtdak heeft een referentie naar een bos. Het is gewoon heel erg dat bos- of bladerdak effect wouden creëren. En dat werkt, dat is ook dat concept van dat bladerdak, dat is ook, zo voelt het ook. Dat werkt. Het is eigenlijk een soort sculptuur. Wat ik mooi vond is dat het lijkt alsof het hele dak daaruit bestaat. Dus dat glas is met die wiebertjes, dat soort bladerdak. Maar dat is ook een heel groot deel van het dak gesloten is. En dat daar die PV-panelen op liggen. En dat dat weer dan, dat het zelfs energie-neutraal is of zelfs energie nog teruggeeft. En dat je dat niet zou verwachten. Dus ook dat ze daar, dat energieverhaal is heel mooi geïntegreerd in het gebouw. En eigenlijk onzichtbaar. Maar er zijn een paar projecten waar ook met energie, dat het echt is meegenomen. Dat vind ik ook wel een hele mooie ontwikkeling, hoe dat gaat. De zon kwam even uit en toen kwam inderdaad het zonlicht door dat dak in dat atrium. En dan zag je dat al die patronen van die, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, wiebertjes of dat metalen dak. Heel erg mooi hoe dat werkt. Dus het geabstraheerde boomblad effect werkt heel erg goed. Prachtige dagen. Volgens mij is het echt onwijs leuk. Wat ik opmerkelijk aan dit project vind, is dat je gelukkig steeds meer architecten ziet die niet zich alleen maar concentreren op het gebouw, maar ook op de wijze waarop architectuur en landschap iets doen. In dit geval groen van onder en het licht gefilterd van boven. Zeer spraakmakend. Het viel ons ook meteen op, voordat jullie als jury het gekozen hadden, dat dit een bijzonder project was. Wil je daar iets over vertellen, als meenemen in de bezoekmomenten op deze locatie? Ja. Het was een hele reis door het gebouw. Er waren heel veel over valt te vertellen. Nee, ja. Ik kreeg ook een uitgebreide introductie. Maar het hele bijzondere aan het gebouw is natuurlijk het dak met de wiebertjes. En een van de mooie dingen hier is ook dat zeg maar, op de bovenste verdieping, daar zie je al dat mooie groen. En een naadloze overgang tussen binnen en buiten. De foto is genomen vanuit binnen. Wat je hier ziet is buiten. Ja, er zit glas tussen. Hoor. Het gaat echt naadloos over. Heel mooi gedetailleerd ook. Prachtig. Dit noemen we biophilic design. Doe maar, mond vol. Maar wel belangrijk. Zeer belangrijk inderdaad. Ja, er zijn een aantal dingen waar we als jury op letten. Mm-hmm. Esthetische beleving bijvoorbeeld. Maar ook ervaring. Effecten voor gezondheid. Okay. Nou, dit soort omgevingen, daarvan is wetenschappelijk bewezen dat het heel goed is. Merk je ook dat je meteen blij wordt als je in zo'n ruimte binnenkomt? Zeker, zeker. Hier voel je je heel prettig. Okay. Ja. Wat hier ook heel erg mooi is, maar die wiebertjes, het is natuurlijk het is een geometrisch patroon, maar er zit variatie in. Dus zodra het licht er doorvalt, krijg je een heel mooi geometrisch patroon, maar toch met enige variatie. Yeah. Dat is zeg maar variety in unity, zoals ze dat heel mooi noemen. Chic. Dat is heel chic inderdaad. Dat is echt een esthetisch principe. Een van de dingen die we hier geleerd hebben, en dat vond ik heel verrassend om dat te vinden. Je hebt het hele dak, wat eigenlijk toch globaal gezien behoorlijk uniform is, maar hierboven zijn de technische installaties. De technische installaties schermen hier en daar nog het licht af. Ja. Waardoor je eigenlijk nog een keertje bijdraagt. Als een wolkendek wat boven het glazen dak hangt. Precies, precies, inderdaad. En als dan de wolken en het licht er ook nog mee gaan spelen, dan heb je eigenlijk een heel natuurlijk soort licht. Dus bij zo'n dak, als je daar onderdoor loopt, wordt je oog getrokken naar het dak? Of zeg je nee, juist niet. Het dak is aanwezig, maar het is vooral licht op zichtniveau wat je grijpt en wat je bezighoudt. Met andere woorden, is het een architectonisch product, zo'n dak, wat bewust aandacht naar het dak leidt? Of zeggen nee, het is er, maar doet precies wat het moet doen, namelijk dat bijzondere licht op dat, noem maar even, 1-2 meter boven de grond presenteren? Het is met name het laatste, yeah. Maar het varieert ook door het gebouw heen. Dus okay. Dit is op de bovenste verdieping.
sta je echt onder de blauwe dag. Zodra je dieper in het gebouw komt, heb je ook nog weer andere ervaringen. Maar het daglicht in het atrium, dat is sowieso heel natuurlijk, heel, heel prettig. Waarin verraste dit project jou weer specifiek? Soms kom ik met diezelfde vraag terug, maar meer omdat ik ook van jou zou willen horen van, als jij door jouw ogen door zo'n gebouw loopt, wat pakt soms jou in zo'n gebouw van zeg, ja, weet je, dat is wel een cadeautje wat je krijgt door er te zijn, door het mee te mogen maken? Nou, het moment. Zeg maar, het was een vrij bewolkte dag. Het moment. Heel voor even. Voor maan komen. De zon door de bladeren kwam. Dat was magisch. Dan zie je opeens het patroon verschijnen. Dat is echt wow. Dat is heel mooi. Dus de mensen die daar werken. Precies. En daar is het allemaal op gebaseerd. Het verhaal erachter is dat ze zaten eerst bij het Vondelpark. Een hele natuurlijke omgeving. Bomen eromheen. En die omgeving wilden ze eigenlijk meenemen naar dit gebouw. Dus met goed daglicht ontwerp krijg je straks gebouw waar mensen solliciteren en willen werken. Niet wetende wat daar gebeurt. Ja. Alleen maar vanwege die mooie plek. Begrijp ik dat goed? Zo is het. Ja, kan daar aan. Wij gaan door naar de volgende film. In dit project hebben wij daglicht ingezet om constant een verband te leggen tussen het interieur van het gebouw en het exterieur van het gebouw. Dus op ieder moment hebben we eigenlijk overal gezorgd dat door middel van daklichten en grote raampartijen je verbonden bent met buiten. En dat er licht binnenkomt, voldoende licht, maar ook verschillende types licht. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat door middel van een biophilic lichtinstallatie ontworpen door Beers Nielsen, lichtontwerpers, er ook een verband wordt gelegd met de natuur. Niet precies geïmiteerd, maar te benaderen. Het resoneert als het ware in de installatie. Dat is iets wat je ervaart als je binnen zit in het restaurant. En wat je eigenlijk ook na verloop van tijd pas zult merken. Het is subtiel, het verandert langzaam. En het kan ook veranderen naar gelang de jaargetijden veranderen. We staan hier op de Hoge Veluwe. En wat ik eigenlijk waanzinnig mooi vond aan dit gebouw is de manier hoe je eigenlijk continu in contact bent met wat er buiten het gebouw gebeurt. Minpunt dan misschien, we zien hier achter ons twee punten. En die tweede ervaar je toch wat minder goed. Dus daar ben je de vorm die je van buiten herkent, ben je binnen een klein beetje kwijt. Dus een beetje zoeken naar de vorm. We hebben de natuur in het gebouw. Nu hebben we een gebouw wat in een prachtig stuk natuur van Nederland staat, de Veluwe. Ik mag er graag komen. We wonen er vlakbij, dus wat dat betreft voel me gelukkig geprezen dat ik deze mooie locatie met regelmaat kan bezoeken. Even tussen haakjes naar jullie, de kijkers. Die chatbox, die mag gebruikt worden. Dus wij dagen jullie graag uit. Kom met vragen. Ben niet bang dat je denkt, ja, die vraag die doet er niet toe. We hebben hier nu een aantal juryleden zitten. En op deze fantastische locatie zit een kroeg. Dus je kunt je afvragen waar de jury in jullie zit. Ik denk dat die gezellig aan een biertje zitten. Maar trek ze achter dat biertje en die koffie vandaan. Stel ze vragen. We hebben de juryleden hier, dus we kunnen ze aan jas trekken om vragen voor jullie te beantwoorden. Dus schroom niet en vraag. Maar goed, we hadden nu een heel bijzonder project in een heel bijzondere omgeving. Zeker. Aan jou werd het woord. De inspiratie voor dit ontwerp werd gehaald uit Perlage, de landhuizen. We leggen de lat hoog. Zeker, zeker. Daglicht door de daklichten en dat was een zigzaggevel. Loopt over een hele aantrekkelijke biofilische kunstlicht. Daar loopt het over. Ja, wederom inderdaad. Dat is vaker te zien. Ja, zeker. De aanwezigheid van natuur wordt toch op waarde geschat. Wordt op waarde geschat inderdaad. Ja, mooi gezegd. Je had daar hele mooie uitzichten op de prachtige omgeving. Inderdaad. En bovendien aantrekkelijke zitruimtes. Het gebouw heeft een hele bijzondere vorm, ja. Aantrekkelijke ruimtes, een heldere rangschikking. Maar achter die bezoekersruimte, want die bezoekersruimte dat is dan één grote strook, achter die bezoekersruimte bevinden zich nog allerlei andere ruimtes. Ja. Heel divers. En in al die ruimtes vonden we allemaal lichthappers. Hier bijvoorbeeld is een van de ruimtes daarachter met glas en lood wat daar verlicht wordt. En een gang, die vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Kijk, een gang met lichthappers waar
onder de lichthappers de hele ruimte geel verschilt. Dus dat je een heel mooi warm geel binnenkrijgt. Ja, inderdaad. Heel erg prachtig. Maar dit is speciaal voor zo'n dag als nu dat druilig is buiten. Dat je van die mooie gele vlakken hebt. Je hebt toch nog het gevoel dat de zon schijnt. Ja, precies. Inderdaad. Dus heel geweldig. En toch vonden wij dat de kwaliteit van het daglicht hier nog beter benut hadden kunnen worden. Dan maak je mij nog eventjes zien. Hier is een fotootje wat dat illustreert. Als het te zien is op de camera. Je ziet daar drie kunstlichtlampen en die waren aan. Oeh, en dat was niet nodig? Dat vonden wij jammer. Okay. Dat was niet. We horen een kritische jury. Ja, soms moeten we kritisch zijn. Oké. Gaat het eigenlijk licht. Zo is het. Nog meer opmerkelijke zaken waarvan je zegt hoe die lichthoven speelde in het gebouw in een stukje routing of een stukje begeleiding van de routing door het gebouw heen. Wat opmerkelijk is, ik vind het, de kleur van het gebouw aan de buitenkant heeft alles te maken met architectuur en smaak. Maar het voelt bijna een soort zandduin die in het landschap ligt. Heb je dat op een of andere manier nog ervaren? Dat ze buiten een hele mooie zachte toon aan het gebouw gegeven, heel consequent. Ervaar je dat consequente lichtgebruik naar binnen toe door? Of is iets wat je van je zegt, dat zijn even twee verschillende werelden. De presentatie van de buitenkant en de wijze waarop aan de binnenkant met licht gespeeld wordt. Dat waren weer twee verschillende kanten. Toch twee verschillende kanten? Oké. Ja. Zeer de moeite waard. De uitzichten en de vorm en de zigzag geven. Helemaal goed. Wij gaan door naar de volgende film. Wat wij zo bijzonder vinden aan deze locatie is een tweedelig daglicht. Het ene is vensters waar we verblijven, ramen, deuren, met één grote glasband. En dat is echt een venster op het kerkhof, heel gevoelig. En vandaar dat we die gevoelige buitenkant, die terughoudende buitenkant, donker hebben gemaakt. En binnen is het gebouw heel licht. Een venster op de middeleeuwse kerk en op het kerkhof. Vervolgens indirect licht. Je zou kunnen zeggen een soort lichthappers die het licht indirect van bovenaf naar binnen laten schijnen. Heel mooi vanwege een soort travee-indeling. En zeker ook als eigenaar, als Stichting Oude Groninger Kerken, denken wij altijd in traveeën. En hier zie je die geleding, die opdeling van het gebouw. En in ieder traveetje is dat licht dat naar binnen schijnt. En het wil soms zelfs gebeuren dat het licht van die lichthappers naar binnen valt en via de vensters weer naar buiten treedt. Ja, en dat is dus een vermenging van daglicht en buitenlicht. Dat kent ze weer gaan niet. Nou ja, we zijn nu bijna op het einde. Het einde van de tweede dag. We hebben eigenlijk nu twee kleinere projecten gehad. Het woonhuis van Sander Merk voor meneer Kees en dit paviljoen. Nou, wat mij allebei opviel is dat ze met ongelooflijk veel liefde en passie gemaakt zijn. Heel veel oog voor detail. En met oog voor daglicht. Het wordt nog moeilijk om daar een keuze in te maken. Kijk, kleinere gebouwtjes zijn makkelijker sympathiek te maken dan grote gebouwen. En misschien maak ik me schuldig aan dat feit dat ik dat kleine gebouwen wat opwaardeer. Maar het gebouw waar ik nu voor sta, dat vind ik ook uitermate sympathiek. Het is heel verfijnd gedetailleerd. Het is, haalt licht ook weer binnen van twee kanten. En het staat op een wonderschone plek in het noorden van ons land. En dat heeft ook mijn hart gestolen. Op de achtergrond hoort, dan krijg je toch zo'n gevoel van pootjes hoog op de bank, achterover chillen en luisteren naar wat we aan het doen zijn. Die chatvragen die blijven uit, dus volgens mij of het verhaal is duidelijk, of de vogeltjes hebben echt zo'n rustgevend gevoel opgeleverd dat de chatbox leeg blijft. Maakt ons niet uit, wij zijn er voor jullie. Voordat wij doorgaan, we staan hier in een mooie omgeving. Normaal gesproken is dat een locatie waar hapjes, drankjes, de hele rattenplan aanwezig is. Zeker voor de genomineerden om dat feestelijk gevoel luister bij te zetten. Dat ging dit jaar niet. Dat was best een domper. Dus wat wij gedaan hebben, wij hebben alle genomineerden
noemen het platvloers, een beetje een voerbox cadeau gedaan. Dus hebben ze een hele mooie doos cadeau gedaan met lekkere wijnen, lekkere hapjes. Volgens mij zit er iets van bubbels in. Dus langzamerhand, het tromgeroffel gaat heel voorzichtig beginnen. Gaan wij de genomineerden vragen, trek de doos open, zet de flessen klaar. Er zijn nog twee filmpjes, dit en nog een volgende. En dan komen we met Moment Suprême aan. Maar eerst deze, met vogelgeluid ingeluid. Aan jou het woord om iets te vertellen over deze bijzondere locatie. Mm-hmm. Ja, nou, inderdaad, daar waren wij heel erg graag. Prachtige locatie. En we zijn er allemaal een beetje verliefd op geworden. Oeh, dat is gevaarlijk, hè? Ja, dat is gevaarlijk. Maar ook heel mooi. Dit ontwerp was, vonden we heel sympathiek en elegant. Het ontvangstgebouw wordt gebruikt door de school, maar ook als café, voor begrafenissen na zitten en nog veel meer. Dus het heeft een hele belangrijke sociale functie. Het ontwerp is heel goed doordacht, fraai uitgewerkt, heel mooi uitgevoerd detailwerk. En dat heeft geleid tot een schoonheid in hele eenvoudige oplossingen. Okay. Het heeft een zuidelijk daglicht en dat helpt het licht aan de noordzijde. Waar je ook weer uitkijkt over de begraafplaats. En de bijzondere oplossing van de spanten die doorlopen in de luifel met die hele hoge ramen. Mm-hmm. Geeft een heel verrassend effect. En een hele mooie ritmiek van de kerk ook. Dit ontwerp, daar zagen we eigenlijk ook steeds nieuwe details. Oké, wat leuk. Dat vond ik heel leuk. Dus het was een soort blijvende ontdekkingsreis voor jullie. Dat was het inderdaad. En het leek in eerste instantie heel simpel. Maar hoe verder we keken, iedere keer zagen we weer nieuwe dingetjes. En dan bleek er opeens een enorme berg techniek achter te zitten. Of een hele mooie reflecties op de muur. Die je in eerste instantie niet zag, maar ze draaiden zo langs keek wel. En ja, sowieso een prachtige plek. Dus, die verliefdheid die straalt nog steeds uit. Heel mooi, heel mooi. Ja, precies. En nou, toen kregen we aan het einde ook nog een extra cadeautje. Oké. Okay. Wat eigenlijk ook niet bij het project. Omkoop over de jury, begrijp ik. Dat hoort eigenlijk ook niet bij het project, maar dat toch graag even dat. Dit is het voorbeeldje van de schoolkerk. Ja, zie je als ze weer terug naar school willen gaan. Maar... Ja, precies. Dus het gebouwtje staat hier en dan kijk je op de toren. En toen mochten wij naar de toren. En in de toren, daar heb je, als je het kunt zien. Hier, deze trappen, de oneindige trappen, een soort Escher-trappen. Okay. Dan bovenin de toren, prachtig uitzicht over de omgeving. Ik begrijp dat jullie gewoon volledig ingepakt zijn. Ging dit nog over daglicht of was het gewoon inpakken en met een super enthousiaste opdrachtgever die gewoon jullie precies was in te pakken? Ja, het ging over het daglicht en als je ook ziet zeg maar, hoe het licht daar binnenkomt, bij zonlicht nog meer gereflecteerd wordt, op de ramen weer teruggereflecteerd en speelt in dat gebouw. Het gaat echt over daglicht. Wow. Op een hele mooie, hele echt mooi voorbeeld van hoe architectuur en daglicht op een goede manier geïntegreerd is. Zeker. Top. Kwaliteit. Zag ik net een chatvraag binnenkomen? Ja. Oké, dan horen wij graag wat de chatvraag is. Jeroen vraagt aan Sylvia. Je had het bij het Bentham Crowell project over het esthetisch principe Verity in Unity. Maar is het niet Unity in Verity? Beide moeten natuurlijk sowieso aanwezig zijn om een goede balans te vinden. En uiteindelijk unity in variety, variety in unity. Je moet de juiste balans vinden om het er mooi uit te laten zien. Ja, ik denk dat er een compliment voor Jeroen. Dat is een hele goede vraag. Ja, dat kunnen we beter vragen aan professor Paul Hekkert. Weet je, nou, vanavond lig jij in je nest en dan lig je, was het nou dit of was het nou dit? Dus Jeroen, top, die vraag gaat mee naar huis en vanavond op de kussen. Morgenochtend werd het antwoord. Ik hoor dat een tweede vraag binnenkomt. Ja, we hebben een tweede vraag van Paul. Is dat Paul van Bergen die beneden in de bar zit? Dat geloof ik niet, maar okay. U weet het nooit natuurlijk. Zijn meer dan Paul aanwezig. Maar hij vraagt, er was maar één woonhuis te zien. Hoe komt dat, terwijl de bouwopgave voor de toekomst vooral woningbouw is? Oeh, dat vind ik een hele goeie. En daar zit een pijnlijk randje aan. Er was namelijk niet één, er waren twee. Zoals ik zei, wij zijn gestart met deze opgave in de coronatijd. Wat spijtig is om te merken in zo'n proces, je zit ergens in, je bent met handen en voeten gebonden, je bent allerlei mogelijkheden aan het onderzoeken om... En nogmaals, de prijs kan alleen bepaald worden en uitgereikt worden als de jury op locatie live kan zien
En kan oordelen, dan pas kan bepaald worden of het wel of geen winnaar is. Helaas was er één project bij K-House wat genomineerd was. Maar wat gedurende het proces in de tijd van corona de keuze gemaakt heeft om zich terug te trekken in een situatie waarin het bezoeken met een jury op locatie niet gewenst was. Dat hebben we gerespecteerd. Het was spijtig, het was een bijzonder project. Maar tegelijkertijd is het ook een oproep aan architecten om inderdaad meer woningbouwprojecten of particuliere woonhuizen te laten zien. Want er zitten echt pareltjes tussen. En ik denk dat er meer pareltjes zijn in het land wat nu op dit moment ontwikkeld wordt en gebouwd wordt, waarbij daglicht een belangrijke rol speelt, dan dat architecten denken dat het belangrijk is. Dus het zou bijna een oproep zijn aan de opdrachtgevers in Nederland, maar ook de architecten in Nederland. Ben je bewust van het feit dat als je op een bijzondere manier met daglicht omgaat, volgend jaar, want het is 22 en alweer, de nominatie voor 22, dien alsjeblieft je projecten in. Het is voor ons als bestuur heel bijzonder om de projecten te mogen ontvangen. Ik denk dat het voor de jury nog niet zo leuker is om in woonhuizen waar je vaak echt heel krap één op één met een opdrachtgever, architect, het spel moet spelen hoe licht binnen gaat komen, om te kijken hoe ver je daarin kunt komen. En je kunt er ver in komen. Wat we uiteraard hopen, en ik denk dat iedereen dat in Nederland hoopt, is dat de ellende die we gehad hebben met het niet bezoeken, de anderhalve meter, de mondkapjes, het niet op bezoek mogen komen, en daartussen toch fietsen en wachten tot we het moment konden vinden om, gepast zoals de jury het gedaan heeft, de locaties te bezoeken. Ik denk dat het een pluim is aan de jury in bestuur hoe ze het georganiseerd hebben. Het was spijtig dat één project daardoor is afgevallen, maar het is tegelijkertijd een oproep aan de architecten en de opdrachtgevers in Nederland. Ben je met een bijzonder project bezig? Dien het in en laat het zien. Alle projecten met daglicht zijn het waard om getoond te worden en beoordeeld te worden. Wij gaan door, als er geen vragen meer zijn uit de chat, gaan wij door naar het laatste filmpje. Ik sta hier op het Forum van Groningen om iets te vertellen over daglicht en het Forum. En, we staan wel op de plek boven op het dak met het uitzicht over de hele stad. En dit is wel de plek met het meeste daglicht. Dus dat, in die zin is het een hele goede plek. Wie het Forum Groningen ziet, die zal meteen zien dat er een enorme glazen gevel is, enerzijds. Dat is het atrium en dat atrium dat heeft aan weerszijden gevel, aan de zuidkant en de noordkant. En dat atrium is echt het hart van het gebouw, wat wij gestapelde pleinen noemen. Want het is een heel publiek gebouw, dus de mensen kunnen op al die pleinen komen via roltrappen. En daglicht speelt daar een enorme rol. En de glaspartij of de gevel, de glazen gevel, is zo groot dat er heel veel licht binnenkomt. Maar waar veel licht binnenkomt, is ook vaak heel veel uitzicht. Dus hier doet het daglicht eigenlijk twee kanten, of de gevel doet twee kanten. Enerzijds brengt het een heel licht atrium en tegelijkertijd heb je enorm uitzicht. En dat uitzicht gaat van heel intiem, omdat je maar 4 meter van je buren zit, naar heel wijdstrekkend uitzicht hier boven op het dak tot aan Delft zelf. En tegelijkertijd hebben we nog andere, we hebben eigenlijk twee typen ramen. Dat is het atrium of wat wij schietgaten noemen. Dat zijn, het lijken rechthoeken, maar er zit, alle ramen zijn eigenlijk scheluw, er zit geen rechthoekig raam in. En die zitten heel strategisch en die hebben we ook wel, bijvoorbeeld op sommige plekken hebben we extra ramen opgenomen voor de toekomst, bijvoorbeeld in de tentoonstellingszalen. Die zijn het nu zwarte dozen, maar in de toekomst zou je daar ook nog daglicht naar binnen kunnen halen. We hebben het ook in een aantal filmzalen gedaan om daar ramen aan te brengen, zodat de zaal ook overdag als een collegezaal gebruikt kan worden. Dat zijn de eerste dingen waar ik aan moet denken als het over daglicht gaat in het Forum. We zijn hier op het dak van het Forumgebouw in Groningen. Ik vind het super indrukwekkend hoe je eigenlijk door de gelaagdheid van die stad heen reist. Met die trappen word je heel zacht omhoog gebracht en elke keer heb je weer een heel mooi blikveld op de stad. Dus het is eigenlijk een soort omgekeerd gebouw, zou je kunnen zeggen. Dat het zo gericht is op zijn context. Erg fraai gedaan. Dat was het laatste filmpje. Aan alle leuke dingen gaan er heen te komen. Jullie hebben alle nominaties en inzendingen nu gezien. En wederom een heel bijzonder project. Als ik de foto zo schuin voor me zie, boven op het dak over het Groninger land uit kunnen kijken. Ik denk dat menig Groninger hart sneller gaat kloppen als we vandaaruit het bijzondere en mooie Groningen kunnen aanschouwen. Ook hier weer, wederom een bijzonder project. We hebben allemaal stuk voor stuk nu
bijzondere projecten mogen aanschouwen. Wat heeft jou bij dit project gepakt, persoonlijk? En van daaruit hoe de jury naar de opgave gekeken heeft. Nou, inderdaad, zeg maar een parel. Ja, dat was geen kleintje. Ja, fantastisch om daar een rondleiding te krijgen en alle ideeën die erachter zitten te horen. Ja, prachtige tour. Het middendeel van het gebouw heeft dus aan twee kanten glas, waardoor het daglicht volop aanwezig is. En dan ga je op reis door het gebouw. Okay. Je begint beneden, rustig. Je ziet heel veel licht en doorkijkjes en uitzicht op de stad. Dan langzaamaan ga je zo door het gebouw heen en iedere keer verandert je perspectief, verandert je uitzicht. En dan heb je weer een groot uitzicht en dan weer een klein doorkijkje. Oh. Dan weer naar een donkerder deel en dan weer naar het lichtere deel en weer verder omhoog en, enzovoort. Enzovoort. Ja, uiteindelijk kom je dan op het dak uit en hier staan wij, het is een panoramische foto, hier staan wij met de hele jury Kroen. Op het dak. Te genieten van het prachtige uitzicht over Groningen. En aan het einde van twee hele mooie dagen. Kats van Rot? Of viel dat mee? Kats van Rot of viel dat mee? Nee, dat viel zeggen, daar hadden we nog een paar plekjes bij kunnen komen. Ja. Nee, dit zijn tractaties. Oké, okay, nou, dat zijn mooie complimenten aan alle delen. Het was echt een fantastische tour. Dus ik heb er vol van genoten. En andere juryleden ook. Heel erg mooi om dat allemaal te zien. Dus ja, het is heel erg prachtig. Je hebt vast zeker nog een paar aantekeningen verstopt over dit gebouw. Ja, er valt er zoveel over te vertellen, inderdaad. Ja, dit is natuurlijk een waar bouwkundig hoogstandje. Het Forum. Dus, ja, hij is niet te missen, laten we dat voorzichtig uitdrukken. Hij is niet te missen. Hij is absoluut niet te missen in het spectrum, inderdaad. Het is een fantastisch gebouw. Het heeft al heel veel prijzen binnengesleept, natuurlijk ook. We hebben er zoveel gezien en geleerd. Wel één klein dingetje. We moeten kritisch zijn. Oh, oeh, ja. Dat zagen we in de film eigenlijk ook al. Vertel. Het kunstlicht staat altijd aan. Ook alweer? Ja. Auw. En we kwamen voor het daglicht. Dus beste opdrachtgevers, beste architecten, je ziet hoe de jury hier op reageert. Ben bewust ervan dat als je zeg maar in een daylight award meedoet, dat je ervoor zorgt dat het daglicht en de daylight goed gepresenteerd wordt en dat kunstlicht op de juiste momenten uit is. Ik ken dit probleem in voorgaande edities. Het Rijksmuseum had dat ook. Fantastisch mooie glazen kap. En ook daar brandde continu het kunstlicht boven het glas. Mm-hmm. Ter voorkomen dat als de wolken voor de zon komen, dat het lichtniveau in één keer wegzakt. Dat is wel een aandachtspuntje in hoe je, als je het niet nodig hebt, het uit kunt schakelen vandaag de dag. En aan kunt zetten op het moment dat je het nodig hebt. Maar, pareltje. Pareltje? Uitzicht, parel. Parel en uitzicht waren fenomenaal. Geweldig. Dit waren de genomineerde projecten. En dat spreekwoordelijke tromgeroffel gaat nu beginnen. Bij deze zeven projecten horen in elk geval zeven architectenbureaus, ook zeven opdrachtgevers. Maar ik weet zeker dat bij de zeven architectenbureaus er nu een aantal of nagelbijtend of champagne ploppend tegen het plafond aan zitten. Of tenminste dat zouden willen, maar ze nog niet weten of ze nou gewonnen hebben, ja of nee. En om het nog wat spannender te maken, vervelend maar waar, hebben we nog iets bijzonders in deze ronde. Wij gaan, omdat we de winnaars niet hier hebben, we gaan ze bellen. Dus we hebben alle winnaars gevraagd, hou de telefoon bij de hand, want we gaan jullie live bellen. Dus ik hoop nu van ganser harte dat moeder, oma, opa, buurman, vriend of nicht even de komende 10 minuten niet in zijn hartstikke haalt om te gaan bellen. Wij gaan bellen. Dus of je krijgt Sylvia haar nummer in je belscherm of mijn nummer. Als het een vreemd nummer is, neem gewoon op. Roep je naam en roep het bedrijf of het kantoor waar je voor werkt. We hebben in dit geval geen twee, maar er gebeurt iets bijzonders. We hebben er drie. We hebben namelijk een eervolle vermelding. Ja. Die ga jij nu bellen. Die ga ik nu bellen, ja. Precies. Dus hou de telefoon bij de hand. De eerste gaat nu gebeld worden. Dat wordt de eervolle vermelding.
Ik heb ook het hart in de keel zitten. Ik vind het net zo spannend. Zo hard mogelijk. Hoi Marnix van de Scheer. Beste Marnix van de Scheer, goedenavond. Mogen wij jou feliciteren met een eervolle vermelding? Oh, echt waar? Ja. Oh, wat fantastisch. Dus je mag de champagne laten ploppen nou. Nou, wat fantastisch. Ja. Nou, ik ben helemaal perplex. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Zou je je project nog eventjes hardop willen noemen? Want misschien weten de mensen niet allemaal wie ze moeten koppelen is, met Marnix. Het project heet het ontvangstgebouw van eigenlijk een groter project. De schoolkerk in Garmerwolde. Een herbestemming van een monumentale middeleeuwse kerk en kerktoren. Dankjewel, dankjewel. Ja, een prachtig project. En zoals we al zeiden, we zijn er allemaal een beetje verliefd op geworden. Vandaar deze eervolle vermelding. Gefeliciteerd. Dankjewel. Van harte. De oorkonde komt jouw kant uit. Ook door de corona is dat allemaal wat lastiger, anders dan dat we normaal geregeld zouden doen. In de komende dagen gaat hij jouw kant uitkomen. Maar nogmaals namens Dutch Daylight van harte gefeliciteerd met deze eervolle vermelding. Ik glim ervan. Goed zo, geniet ervan. Wij gaan door met bellen. Geniet ervan. Een hele fijne avond. Dag. We gaan door naar de volgende. Dag Lars. Hey, proficiat. Wie hebben we aan de lijn? Sander Mirk van Mirk Architecture. Proficiat, kerel. Dankjewel. Ongelooflijk gefeliciteerd. Ja, ben je er blij mee? Ja, uiteraard. Eerste reactie, na alle jaren zwoegen, hoe voelt dit? Buitens binnen. Ja, het is natuurlijk een geweldige erkenning van zo'n jury, is een geweldige erkenning, ja. Helemaal goed, helemaal goed. Ik begrijp, en nogmaals, ik heb het nog steeds niet live mogen aanschouwen, maar dat de jury, en je hoorde al bijna aan de proza waarmee dit project geduid werd, dat het zeg maar een heel bijzonder project is, dus... Grote complimenten en zeer veel waarde toegekend aan jou en je team voor het realiseren van dit bijzondere object. Ik weet dat je er lang mee bezig bent geweest. Bloed, zweet en tranen, volgens mij 60.000 modellen verder, staat er een fantastisch gebouw. En het is je absoluut en jou en je team van harte gegund. En minstens zozeer de opdrachtgever die de moed gehad heeft om het vertrouwen in jou uit te spreken om dit hele mooie bijzondere project te realiseren. Dus ik zou zeggen... Naar de initiatiefnemer, de eigenaar, de opdrachtgever. En zijn rechterhand Hajo en mijn team daar de nu leggen, absoluut. Helemaal goed. Laat de champagne knallen en geniet ervan. Het is absoluut wel verdiend. Chapeau. Dankjewel, Lars. Ik laat het binnenkort aan je zien. Helemaal goed. Top. Afgesproken. Ja. Die deal die staat. Dankjewel. Joe, tot gauw. Dat was de winnaar Sander Merk voor de kleine projecten. Nu zouden jullie kunnen denken, dat is logisch, want er is maar één project, één woningbouwproject. Dus dat hij het in dit geval zou kunnen winnen. Weet, we hebben in het verleden projecten ook in de woningbouw niet laten doorgaan. Als wij van mening waren, of als de jury van mening was, dat het niet winnend genoeg was. Dus het is een bijzonder project dat we dit hebben mogen laten winnen. De laatste. Druk je hem af met luidspreker. Jazeker, daar gaat hij. Iedereen stiekem kijken als ze het nummer kunnen herkennen. En Maarten. Hey, van harte. Beste Maarten, van harte gefeliciteerd. Hey. Proficiat, kerel. Wow. Ja. Die wilde horen. Die... Die wilde horen. Beste, ja. Zou je je project eventjes willen opnoemen? Nou, dat waren een paar metrostations in Amsterdam. Een stuk of 16. Ja, zeker. En met nog veel meer ingangen en heel veel daglicht in. Precies. Dus, daar zijn we onwijs bij mee. Maarten, ik ken jou als een super volhardend deelnemer aan de Dutch Daylight Award. Ik weet dat in de editie 2018 we je bijna gekroond hadden met de Joop Soetewerk trofee van de Dutch Daylight. Bijna de eeuwige tweede. En dat je zei, er waren een prachtig project van jullie in Zorgvliet in Amsterdam, crematorium. En dat je bijna met lood in je schoenen naar de hand zegt, winnen we hem dan nou nooit?
Joh, je hebt met verve gewonnen en het is jullie absoluut gegund. Volgens mij, als ik de verhalen van de jury hoor, een fantastisch project. En wat leuk is aan dit project, is dat het niet alleen maar nu het cadeautje voor jullie is, maar het cadeautje voor de hele stad, want heel veel mensen kunnen ervan gaan genieten. Het is absoluut gegund. Het is absoluut gegund. En laat het een voorbeeld zijn voor veel architecten om deze kwaliteit te mogen en kunnen gaan volgen. Ja. Nou, geen woorden. We zijn heel blij ermee natuurlijk. Nou, drie keer scheepsrecht. Hè? Bijna zo lang als Paul van Berg in deze edities meegedaan. Nee, maar super, super fijn. En het lijkt me ook heel leuk om volgend jaar met Sander samen in de jury te zitten. Dat is een hele goeie. Je bent al heel snel. Je hebt zo vaak meegedaan dat je weet hoe het werkt. Dus ik denk dat jullie beide voor de kijkers... De winnende architecten worden altijd gevraagd om in de jury deel te nemen. Dus Maarten, bij deze van harte welkom in de nieuwe editie. We hebben hier achter de trofeeën staan. En het is een wisselbeker. Een wisseltrofee. En het leuke is, kijk, deze is heel. En dat is het voordeel van een wisseltrofee. Deze ook, maar net niet. Dus deze heeft echt al heel wat reizen doorstaan. Is bij heel wat bureaus geweest. Dus ik hoop dat hij bij jullie je eigen littekens weer mag gaan achterlaten. Beide winnaars en de eervolle vermelding van harte gefeliciteerd. Ik spreek even namens Sylvia, de hele jury en het hele bestuur. Om iedereen onwijs hartelijk te danken voor de inzet. Het was voor ons als jury wederom een feest dat we het mochten doen. Jan Wurt, dankeschön, dass du es wieder möglich gemacht hast. Es war für uns wieder eine Freude, dich als Partner dabei zu haben. Dankeschön. Und ein Schlusswort für jou an die Kijkers. Ja, wir hatten eigentlich auch noch graag einen Placemaking-Preis willen uitreiken. Und auch noch einen Biophilic Design-Preis. Und auch noch einen Detailleringspreis. Und auch noch den Uitzichtprijs. Maar dat kan helaas niet, want het is de Dutch Daylight Award. Dus bij deze, ik denk dat we een paar prachtige prijswinnaars hebben. Een hele mooie eervol vermelding. Wij zijn er trots op. Ik heb ervan genoten en de rest van jullie ook. Hartelijk dank dat we dit mochten doen. Dank jullie wel en tot de volgende Dutch Daylight Award.